Het verkeersvernauw voor de regio Haaglanden van dinsdag 23 april. Morgenavond gaat de verbindingsweg van de A12 naar de A4 bij knooppunt Prins Klausplein een aantal uren dicht. Het stuk van de A12 vanuit Utrecht naar de A4 richting Rotterdam wordt vanaf 11 uur morgenavond afgesloten. En verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam wordt omgeleid via de A4 en de af- en toerit Leidsendam. De afsluiting zal om 2 uur donderdagmorgen vroeg weer opgeheven worden. En ook de verbindingsweg van de A4 vanuit Rotterdam naar de A12 richting Utrecht wordt afgesloten. En dit zal in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag zijn. En ook dan wordt het verkeer omgeleid via de A4 en de af en toe rit Leidschendam. De fietspaden langs de Slachthuisstraat en het Leegwaterplein in Den Haag worden vernieuwd. In Den Haag wordt altijd gewerkt aan het vernieuwen van de stad. Maar net als elke andere stad heeft Den Haag ook onderhoud nodig. De fietspaden waar nu gewerkt wordt krijgen rood asfalt. Zo moet Den Haag een aantrekkelijke stad blijven waar mensen snel en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Sinds februari wordt er gewerkt op het stuk tussen de Laakkade en de Waldorpstraat. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers via de overzijde fietsen. In andere gevallen worden ze langs het werkvak geleid. Het asfalteren van de fietspaden zal nog tot eind juni gaan duren. In Voorburg wordt deze week de Rozenboomlaan geasfalteerd. Vanaf morgen is de weg afgesloten voor het verkeer. En verkeer wordt omgeleid via de Prins Bernhardlaan en de Parkweg. De omleiding staat ook met borden aangegeven. In de loop van donderdag is het asfalteren klaar en moet de weg weer opengaan voor het verkeer. En dit was het verkeersjournaal voor vandaag. Alle informatie staat ook op Teletext, pagina 165 en op onze website. Heel graag tot morgen. Dag.